Welkom terug bij een gloednieuwe video. Vandaag gaan we moeilijke riddles op gaan lossen. Like de video binnen 3 seconden voor extra geluk. 1, 2, 3. Kom maar op tijd was. Let's go. 3 kleine kinderen zijn gekidnapt in de stad. 1 bij 1. Bruin meisje, blonde en rosse. De politie gaat ervan uit dat ze op dit moment allemaal af zijn. Op een gegeven moment kwam er nog een meisje gekidnapt te zijn. De buurvrouw belde en zegt: ik heb net mijn buurman gezien. Dave, met een meisje. Ze lijkt op het meisje die vermist is van het nieuws. Detectieve kwam naar Dave's huis met een borg. Wat is het probleem? Zegt Dave. Hij heeft rond zich gekeken en heeft Dave onmiddellijk gearresteerd. Maar waarom? We zien Dave, hij is opgepakt door detectieven. We hebben hier een huis, we hebben plantjes, we hebben foto's en we hebben poppen. Die poppen lijken wel heel erg op die meisjes die vermist zijn. Een blonde, een zwartharige en een rosse. Hebben die poppen er iets mee? Misschien omdat de poppen op die meisje lijken dat hij heeft gearresteerd. Hij heeft de meisjes afgemaakt om het haar te gebruiken voor poppenhaar. En hij heeft de meisjes afgemaakt, het haar eraf geknipt en gebruikt voor de poppen te maken. En waarschijnlijk een soort van, als een cadeau te zien, zo van, mijn prooi, dit heb ik, dit is heel psycho. Like de video als jij het ook goed had. Ik wist dat het iets met de poppen te maken had. Ah. Oeh, er is iets aan de hand. De bank is overvallen in de nacht. Ai, dat wil je nooit meemaken. De directeur van de bank wou het even nog stilhouden. Dus hij had nog geen enkele detail gegeven aan de pers, aan het nieuws. De politie heeft 3 verdachte mensen. Dat zijn 3 mannen. Daarvoor waren deze 3 mannen ook al verdacht voor overvallen. Dus komt al een link bij elkaar. Op het huidige moment leven ze een heel normaal leventje. Politie. De bank was overvallen in de nacht. Wat was jij op dat moment aan het doen? Jack is een van de verdachten en zegt: mijn vrouw en ik waren naar bed gegaan om 11 uur in de avond. Verdachte 2 zegt: ik was poker aan het spelen met een vriend tussen 1 en 2 uur in de nacht. En David zegt: ik heb heel de dag gespendeerd in het ziekenhuis met mijn vader. Allebei hebben ze een alibi. Maar wie heeft de bank overvallen? Pokeren kan je in de nacht doen. Heel de nacht, ik weet het niet. Ik geef nog net iets meer tijd, want ik vind die best moeilijk. 1 heeft heel de nacht zogezegd in het ziekenhuis gelegen. Bill heeft heel de nacht gepokerd, dus 1 en 2 uur in de nacht. Ik denk dat het Bill is. Hij heeft gepokerd. Misschien heeft hij gepokerd nadat hij de bank heeft overvallen met dat geld. Hoe kan hij weten wat de exacte tijd was van de robbery, van de diefstal? Omdat hij heel specifiek zei tussen 1 en 2 uur in de nacht, was ik het niet, want ik was aan het pokeren met een vriend. En dat was natuurlijk de tijd wanneer er was overvallen, tussen 1 en 2 uur in de nacht. Had jij hem goed? Laat het weten in de comments. Anna ging op vakantie. Ze is aan het zwaaien, ze is in het vliegtuig, ze gaat lekker naar een warm land, ga ik vanuit. Ze kwam terug in het weekend later en ze vond een hele grote rommel in haar appartement. Waarschijnlijk ingebroken? Al haar geld was gestolen. Ah, dat is vervelend. En ze heeft de politie huilend gebeld. Ze huilt: help, help, er is ingebroken, mijn geld is gestolen. De detectieve is langsgekomen en hij heeft direct de crime scene bekeken. Dus wat er gebeurde. Hij vraagt: ben jij links of rechtshandig? Ik ben rechtshandig. En ik denk dat ik al zie waarom. Als je goed kijkt naar de foto, zie je dat het bord, ik heb toevallig een bord moeten eten, dat het een vorkje aan de linkerkant zit. En als je rechtshandig bent, zou je vork aan de rechterkant moeten zitten. Ik ben bijvoorbeeld linkshandig. Misschien was ik degene van de crime scene. Wie weet. Maar ze is in ieder geval rechtshandig. Wie wist er nog voor de rest dat je op vakantie was? Alleen mijn collega's, zegt ze. Dus alleen haar collega's wisten dat ze op vakantie ging, waarschijnlijk omdat ze ermee samenwerkt. De detectieve is naar Anna haar werk gegaan en zij hebben 3 verdachten vragen gesteld. Barbara zegt: I don't know where she lives. Ik weet niet eens waar ze leeft. En ze is precies rechtshandig, want ze was haar nagels met rechts aan het doen. Tom zegt: vraag aan mijn vriendin. Ze spent heel de tijd met haar. Ze zijn waarschijnlijk beste vriendinnen. Tom zijn vriendin. En Maris zegt: ik was ziek en ik ben thuisgebleven afgelopen week. Wie heeft er ingebroken bij Anna haar huis? Maris, Barbara of Tom? Spam het zo snel mogelijk in de comment. Ik heb al een idee wie het is. Ik geef nog een paar seconden extra. Spam het. Maris, Barbara of Tom? Ik denk dat het Tom is omdat hij met zijn linkerhand belt. Het bestek toont ons dat de dief linkshandig was. Net zo stom. Hij belt linkshandig. Als je rechts bent, dan bel je waarschijnlijk maar rechts. Dus Tom, vuile dief. Met wie gaat deze vrouw vreemd? We hebben 1, 2, 3, 4 mannen. Ze gaat met iemand vreemd. We hebben hier de linkse man, hij kijkt heel happy. De tweede man met zijn arm omhoog. We hebben de derde man die aan het zingen is. En de vierde met een glaasje wijn. Ik zie het. Hopelijk zien jullie het ook. Het is
Meneer 1, hij heeft een kusje op zijn nek. En ik denk niet dat het de mannen waren. Wie is er aan het cheaten? Nou, we hebben de vrouw weer. We hebben man 1, 2, 3 en 4. Wat ziet hier vreemd uit? Ik zie niet op het eerste opzicht iets dat ik niet anders zou zien. Man 1 heeft het heel veel erg naar zijn plezier. Man 2 ook met zijn bril. Man 3 eigenlijk ook. En man 4 ook. Maar die vierde man vertrouw ik niet door zijn gezicht. Hij kijkt heel erg. Oh, we moeten het in de comments laten. Laat mij weten. Zit man 1, man 2, man 3 of man 4? Laat in de comments weten met wie gaat deze vrouw vreemd. Mr. Mac is net teruggekomen van haar vakantie in Egypte. Ze heeft al haar mensen geïnviteerd om kerst te gaan vieren bij haar thuis. En ze wou iedereen haar unieke emerald, haar diamant, tonen. Die ze heeft gevonden in Egypte. Prachtige mooie diamant, zoals je ziet. Kerstfeestje was gewoon super leuk. Maar toen dat de gasten zijn vertrokken, Mr. Mac zag dat haar emerald weg was, haar diamant. Ze heeft de politie gebeld. Help, help, mijn diamant is gestolen. En toen kwam de politie en ze heeft foto's getoond van het feest. Dit is foto 1, zoals je kunt zien. Er zijn 3 gasten. En dit is een foto 2 van de gasten. Nou, ik zie niet direct iets verdacht. Maar toch moeten we hieruit vinden wie de emerald heeft gestolen. Ik zie op foto 1 eigenlijk ook al geen emerald. Ik zie het! Ik zie het, ik geef nog net iets meer tijd. Het is oma! Oma heeft in haar petje, of onder haar petje, emerald gestolen. Let op wie je vertrouwt. Zo zie je maar, zelf je oma kan een diamant van jou stelen. Ik zeg nu niet dat oma altijd gevaarlijk is. Want naar mij weten zijn oma altijd van de koekjes. En van de sapjes. En van de cakejes. Maar soms zijn ze ook van de diamantjes. Let op. Het was Nick zijn eerste dag op het eiland. Oké, interessant. Lekker genieten van het weer. Maar hij kwam in een motoraccident. Ai. En hij verloor zijn geheugen. Wanneer hij wakker werd in het ziekenhuis, zaten er duidelijk 3 vrouwen. En ze zaten naast zijn bed. Elke vrouw vertelde hem dat ze een vriendinnetje was. Lieverd, ik was zo bezorgd. Hoe is het gebeurd? Vrouw 2 zegt, liefje, herken je me nog? Ik ben je vriendin, Helene. En vrouw 3, sweetie, hoe gaat het met jou? Ik heb wat t-shirtjes voor je gekocht. Maar wie is zijn echte vriendin? Vrouw 1 heeft heel veel gezond. B, die kijkt heel normaal. En 3 wil precies overkopen. Vrouw 1 is het niet, want ze is veel te donker voor de eerste dag van vakantie. Vrouw 3 kan het ook niet zijn, want wie gaat er nu winkelen wanneer je boyfriend of je vriendje in gevaar is? Dus Helene is echt de vriendin van Nick, want inderdaad, je gaat niet shoppen als je vriendje in gevaar is. En je gaat ook niet zo bruin getent zijn als je 1 dag op vakantie bent. Dus Helene, jij bent een goede vriendin. En ik vond het ook al best wel raar van de derde vrouw, want het leek of ze hem wou omkopen. Dus heb jij hem goed? Laat het weten. Vond jij het nu leuk? Doe dan een dikke duim omhoog. Het woord van vandaag is Nick. Nick is het woord van vandaag. Als jij nu Nick heet, dan heb je heel veel Nicks in de comments staan. Nick, N-I-C-K is het woord van vandaag. Dat is deze man die zijn geheugen verloor. Misschien als we heel veel Nick spammen in de comments, gaat hij weer weten wat er gebeurd is. Like, reageer Nick in de comments. En vergeet niet te abonneren voor elke dag een nieuwe video. Vond het superleuk? Ik zie jullie de volgende keer terug bij een gloednieuwe video. Adios!